Oké, hou. Hou. Daar kan ik ook aan. Welkom weer bij een nieuwe Ribber de Bie. Het is nog vroeg, het zonnetje is net opgekomen. En we zijn op weg richting de veldrit van Rukve. Want daar rijdt mijn ploegenmaatje Jacob de Roo vandaag. Een van zijn laatste wedstrijden. Hij rijdt ook altijd kriskras door Nederland om alle veldritwedstrijden te rijden. En nu is hij eindelijk eens in de buurt. En ik heb beloofd dat ik eens een keer kon kijken. Ja, en Jacob is niet alleen, want hij heeft vandaag zelfs begeleiding meegenomen. Wat een eer, man. Hallo zeg. Hey, wat leuk, man. Hey, hallo zeg. Even voorstellen, want deze man Patrick, die rijdt ook bij Jacob. Ja, en deze man is helemaal bijzonder, want normaal gesproken bij de Roompot-formatie. Normaal ben ik bij de Roompot, ja. Ja, maar voor Jacob even een uitzondering. Voor Jacob maken we altijd een uitzondering. Ja, dat is leuk. De jeugdvriend, dus dan gaan we altijd thuis zijn en we crossen er gewoon bij. Hè. Ik ben net eruit Kalpen. En maandag gaan we weer naar Mallorca, dus even tussendoortje. Dat is echt tof. Hè. Dan hou ik met Patrick lekker in de post. Lekker met z'n tweeën, dus luxe voor Jacob. Zeker luxe voor Jacob. Maar wat is de hoofdpersoon eigenlijk? Hoe is Maestro? Kom eens hier. Hoe is het met het rondje? Leuk. Het ligt wel verdomd hard, man. Ja, een beetje te hard eigenlijk, hè. Yes. Ja, nou leuk. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Wat verwacht je? Top 10. Nou, het ligt beter. Maar. En klassement, hoe zit dat nu? Nu sta ik 10. Dus top 10 houden, dan is top 10 blijven. Succes, man. Doe je best en we gaan je volgen, man. Nou, Jacob mag dus op de eerste rij starten, nog een minuut of vijf en dan gaan ze beginnen. 1 minuut! We hebben nog 1 minuut voor de stand, gewoon met een set van de taal. 30 seconden! 30 seconden. En dan is Jacob vertrokken en hij is meteen heel erg goed weg hoor. Hier de kop en daarna 2, 3... 4. Daar is Jacob op plek nummer 5. Schitterende start van hem. Oh, we komen dan zo, hè? Ja, ik wou net zeggen, even een fietsje. Of niet? Jawel toch? Nee, ze draaien, sorry. Ja. Kom, kom eens aansluiten, jongen, kom op, vijf keer. Keurig, jongen, bijblijven, kom op, op dan nu. Hup. Tom, hè? Kom op, jongen. Heb je je ogen zijn gerukt bij? Dus Jacob, droog, ja, niet gerukt. Jacob. Netjes Jacob, kom aan! Jacob doet het erg goed de eerste ronde en blijft telkens zo hangen rond plekje nummer 5. Kom Jacob, zwaai dan! Hop, hop! Wat denken we, mannen? Ja, alles is nog mogelijk, hè? Ga niet slecht, hè? Ga niet slecht. Dacht ik ook. Moet wel iedere keer een gaatje laten. Ja, dat is net dat stukje. Ah, vierde plaats is niet slecht, hoor. Ik kan je net zeggen. Oh. Oh. Daar kan je ook aan. Oh, zo'n tupje eraan. Ja. Ik moet even optrekken. Want hij rijdt hier lekker. Ik kan hem op, maar even. Is te goed, hè, die jongen. Ja, mechanieker, hè? Echt waar. Hoppa. Ja, het gaat echt goed, maar Jacob. Hij rijdt nu op plekje 3 rijdt hij. Achter Koen Meijer, maar daarachter is hij dus de Nederlands kampioen ook al terug aangeschoven. Dus het wordt wel vechten voor een plekje voor het podium, hoor. Dat wordt nog moeilijk. Kijk, het verschil. Daar rijdt de nummer 1. En dan helemaal terug, nog zigzaggend. Daar zo nummer 2 hier zo door het beeld en daarachter is Jacob op plek nummer 3. En je ziet daarachter 4 en nummertje 5 zijn daar ook heel kort achter. Ja, hij is netjes Jacob, kom aan! Oh.
Ah, lekker, Ro. Huppatee, er worden foutjes achter je gemaakt. Come on! Nog twee ronden te rijden en nog steeds op plek 3. Het ziet er nog steeds goed uit, hoor. Het zou wat prachtig zijn dat hij vandaag op het podium gaat rijden. Dat had hij waarschijnlijk niet verwacht. Voorsprong van zou mooi de koploper. Worden we wel zenuwachtig? Ja, ja. Godver. De spanning stijgt, Mark. En dan gaat tweede, maar nu weer derde. Ja, derde. En dus, nummer 4 ligt daar nog achter. Dus, ik denk dat hij de Nederlands kampioen moet laten rijden. Ja, nu wordt het spannend, toch? Plekje podium. Kom, Droom. Juist, kom op. En weer aansluiting zoeken. Kom, hup, hup, hup. Juist, kom. Kom op, jongen! Juist, juist! Tak, tak, tak! Kom, kom! Hup, 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 hup! Beter met die schijfremmen nog. Aanval afgesloten, of afgestoten van de nummer 4. Jacob rijdt nog derde. Ja, het is nog een half rondje te rijden. Oh! Ja, ja, ja! Oh, hij staat er goed. Juist, juist. Ja, hij is weg, hij is weg! Hup, het gat is 3 meter. Ja, ja. En hij loopt uit. Mooi, dat is de redding misschien, hoor. Hij is er ook goed voorbij. Ja. Jacob wordt net ingehaald. Nu op een vierde plek. En dan wordt het heel spannend, want vierde is net niks. Kan hij nog naar het podium toe rijden? Kom op! Aan de wiel! Alles of niks! Kom op! Nogmaals, te zoeken. Juist, jij bent technisch beter! Kom op, Jacob! Hup, hup, hup! Kom op, hup! Ik ga naar de finish, jongens. Ja. Terwijl ik naar de finish ren, lijkt er wat gebeurd te zijn achter op het parcours. Jacob lag vierde, maar nu. Ja, ja! De derde man in de wedstrijd. Jawel! Hoppa! Kieselingen, hier het eindsprintje. En de derde plaats gaan we dus noteren voor Jacob Durro. Toch derde in de laatste ronde. Die mag nog. Top 3 dus binnen. Haha, klasse man! Wat gebeurt nu het laatste rondje? Van deze ketting eraf. Echt waar? Nou, geluk bij een ongeluk. Je verdient het, jongen. Potverdomme, derde. Hoe ging het? Ja, heel goed. Niet verwacht. Nee. En je draaide halverwege, draaide echt goed mee, man. Ja, de laatste ronde viel ik nog, toen deed Tom weg, maar die deze ketting eraf. Dus dat was gelukkig voor mij. Hoppatee, man. Hoppatee, podium. Geniet ervan, jongen. Fantastisch. Fantastisch. Amateur voorklasse. Dan gaan we kijken naar de derde plaats. En daar krijgen we Jacob Slummo. Hey! Woehoe! Een mooie tweede plaats voor Koen Weijer. In plaats de winnaar Kees Van Oppen. We hebben onze roedemeter. Doe de! Die heeft de zoenen en de bijbehorende bloemen. Hey, de bloemen! Ja. Als mag je niet eens komen. Met de bijbehorende zoenen. Mooi, hè? Ja. Godverdorie, Hebbes, de eerste van dit jaar voor Jansen. Schitterend. Nee, tweede. Nee, dit jaar. Oh, dit jaar, ja, ja, ja. Ja. Het eerste podium, ja, ja, ja. Ze hadden nog veel volgen. Mooi, man. Ja, prachtig. Nou, dit was deze Ribedebie. Ja, daar ga je ook een keer mee en dan rijdt hij gewoon op het podium. Dan kan we nog een keer meer mee moeten met Jacob. Prachtig om een keer te zien, prachtig om de cross te zien. En ja, technisch die mannen echt chapeau wat ze presteren. Dit was deze Ribedebie, je weet het. Als je het leuk vindt, duimpjes omhoog. En anders natuurlijk, als je nog geen abonnee bent, abonneren. En dan zeg ik tot de volgende Ribedebie.